Hallo iedereen, het is nog eens tijd om samen te lezen. Ik lees de zinnen voor en jullie lezen ze na. Succes! Rood wietje of sneeuwkapje? Pim heeft zijn sprookjesboek laten vallen. Er klopt niet veel meer van de verhalen die erin staan. Natuurlijk gaat Pim er toch in lezen. Eigenlijk is het best grappig. Pim leest over Sneeuwwitje. Sneeuwwitje heeft een rood kapje op haar hoofd. Ze huppelt door het bos. Op weg naar haar grootmoeder. Opeens staat er een lelijke, boze heks voor haar neus. Maar heksje toch, zegt Sneeuwwitje. Wat heb jij ongelooflijk grote oren? En wat een enorme neus. Beledig je eigen moeder, zegt de heks boos. Op dat moment komen 7 geitjes voorbij gewandeld. Hebben jullie een grote klok gezien? Vragen ze. Willen jullie weten hoe laat het is? Zegt Sneeuwwitje. Nee, we willen ons verstoppen, zeggen de geitjes. Zouden jullie een appeltje lusten? Vraagt de heks.
Ik wel, roept een jongensstem. Een jongen en een meisje komen tevoorschijn. En wie zijn jullie in hemelsnaam? Zegt de heks. Ik ben Grietje en dat is mijn zusje Hans, zegt de jongen. Wij zoeken broodkruimels, maar een appel is ook goed. Dan komt er een lief oud vrouwtje naar hen toe geschuifeld. Moet ik nog lang op je liggen wachten? Vraagt ze. Grootmoeder, lacht Sneeuwwitje. Ze bekijkt haar omaatje eens goed. Wat heeft u een lange neus? Dat is geen neus, dat is mijn snuit, zegt grootmoeder. En daarmee blaas ik dit zotte verhaaltje uit.